Uiteindelijk zal het daar op aankomen. Sterk. Ze rijden er gewoon door. Wie dat het niet kan, is gezien, want dan rijden ze weg. Adams van der Poel, ja, van Kessel. Die hebben het zitten. Die zijn er niet doorgereden. Voet aan grond moeten zetten. En adieu, hier zijn ze. Een drietal nog. Ja, dat zijn drie namen waar we over spraken. Voor de wedstrijd. Twee ronden zitten erop. Twee van de tien die ze hier gaan rijden. Hier dus Van der Poel en Adams. Dan krijgen we Van Kessel en de andere Zweek, Dieter van der Haar, die iets is teruggezakt. Toch 10 ronden, ja, dat is op de limiet. Met Meeuwsen, met Baastaans, hier is Jim Arnouts. En ik dacht dan Jelle Kamps te zien in de verte. Met Kili en Turner, de Brit. Ai, dat kraakte. Renner in kwestie zei zelf van, ah. Ja, dat is dan denken van, dat ja, is duur materiaal. Ja, opletten, hè. Dus je kunt dan bijna niet lek rijden. Dat is, dan moet je al een straffe kerel zijn, maar het kan. Dus een wortel fout raken, dat die paar borduurtjes dat daar liggen, ze rijden met weinig druk, dus dat kan allemaal. Ja, hier lek rijden op een fout moment en je kan het vergeten, hè, want buiten de zandpassages is het hier, ligt het er razendsnel bij. Zweken, er is een trui voorbij, speciaal voor dat... boven, maar nu ook wel een heel vlotte looppassage van Dan Soeten. Ja, met voorgedaan, hè, dan op een duur... ze leren snel, ze moeten het maar één keer zien en ze zijn bereid om ook dat sprongetje te wagen. Ja, het is gek dat we dat Tom Meeuwsen niet zien doen. Maar je moet ook in een goede positie zitten natuurlijk. Heb je een redder vlak voor je, dan neem je risico. Ja, het moet ook de moeite lonen. Hè. Dus Van Aert doet dat nu ook speciaal omdat Laurens Zweek daarmee begint. Dan moet je mee iedere keer een seconde gaan dichtrijden of twee seconden. Dat is niet fijn. En ik kijk naar buiten en ik zie de eerste sneeuwvlokjes warlon. Ja, het is niet ver af, hè, want daar straks heb ik gezegd van West-Vlaanderen, maar het zit al in, toen dat ik het nog maar amper zei, kreeg ik een berichtje van ook Lille begint al te sneeuwen en dat is maar 20, 25 kilometer van hier. Ik herinner mij een legendarische cross die ik gecommentarieerd heb ooit in Hammelzoggen, waar het gewoon zonnig was toen de wedstrijd begon en toen het finish was, lag het wit. Zonnig, koud zonnig, maar het lag gewoon wit. Sven Nys won toen als verschrikkelijke sneeuwman. Zweek sterk. Ja, dat zijn van die momenten, hè. Dus als je de kans krijgt, doe het maar. Dit is er zo eentje. Ja. Panikeert niet. Ik heb vanavond nog maar zelden wezen panikeren. Ja, dit gaat hij zijn hand niet omdraaien. Om 5 meters dieper te moeten gaan dan je tegenstander. Heer Jens Adams, die iedereen verbaasde bij zijn heroptreden in Gullegem door daar meteen een podiumplek te pakken, viel een beetje tegen op het Belgisch kampioenschap. Ja. Ook omstandigheden blijkbaar. Veel pech gekend, hè, want dat zie je niet altijd in de achtergrond. Ook moeilijk stukje hier, hè? Ja, overname van Aert. Kijk, ja. Ging daar helemaal fietsen tot boven. En dan dacht Zweek slim te zijn door langs de binnenbocht naar boven te lopen. Maar Van Aert bleef nu toch nog voor. Neemt daar ook de buitenbocht, de andere de binnenbocht. Ja, opletten nu. Nu gaat er normaal gezien een verlengstuk aankomen. Duik naar beneden. Vol galet naar boven en zien waar dat het strandt. Hier hebben we het net niet. Nee. Zweek zou mee geweest zijn. Zweek was goed gelanceerd. Bleef perfect in het spoor. Alleen de opsprong. Ja, was bijna zijn fiets kwijt. Zie hem daar nooit in de fout gaan, Zweek. Dat heb je of dat heb je niet. Dus het is niet makkelijk naar opspringen, want je hebt dan 0, zoveel van een seconde om in je klikkers te raken, want je kunt niet naar beneden rijden. Ja, met de